Nabestaande Barbara verloor zus door vrouwenmoord. Het zijn keiharde cijfers, iedere 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Gisteravond schoof forensisch rechercheur Carina van Leeuwen aan bij Jinek om aandacht te vragen voor 22 mysterieuze vrouwenmoorden in Nederland en in onze buurlanden. Ook hoorden kijkers het hartverscheurende verhaal van nabestaande Barbara Godewald. Haar zusje werd vermoord door haar man. De Nederlandse, Duitse en Belgische politie zijn gisteren samen met Interpol een campagne gestart om de identiteit te achterhalen van de meisjes en vrouwen. Zij zijn vermoedelijk vermoord en vervolgens achtergelaten in een van de 3 landen. Onder andere actrice Carice van Houten en zangeres S10 doen aan de campagne mee om de moorden te kunnen ophelderen. Forensisch rechercheur Carina van Leeuwen vindt het afschuwelijk dat we niet weten wie die deze vrouwen zijn. Nu zijn ze een nummer, een naamloos graf. Iedereen heeft recht op een naam. We kunnen hun verhaal niet eens vertellen. Ik kan alleen vertellen hoe ze dood zijn gegaan. Er zijn meer slachtoffers waarvan de identiteit niet bekend is, maar er is voor de campagne specifiek voor vrouwen gekozen omdat femicide onderbelicht is. Het is voor het eerst dat we zo samenwerken met Interpol, België en Duitsland. We vonden het belangrijk om een focus aan te brengen, om 1 groep uit te kiezen die ook nog eens heel erg aanspreekt. Al deze vrouwen zijn vermoord. Sommigen zijn echt gruwelijk behandeld, zodanig dat ze niet meer herkenbaar zijn. We wilden focussen op een kwetsbare groep. Dat de zaken soms gruwelijke details hebben, illustreert Van Leeuwen met een voorbeeld. In 1999 werd er een lichaam gevonden in de rivier de Gaasp, nabij Amsterdam. Volgens de rechercheur was ze nog heel erg jong. Waarschijnlijk niet ouder dan 25. Ze is doodgeschoten en vervolgens in een kliko-bak gestopt. Maar is van alles bijgestopt om te zorgen dat die kliko-bak zou zinken. De kliko-bak is vervolgens dichtgeschroefd en in het water gegooid. De kliko-bak bleek niet te zinken en werd een aantal dagen of weken door iemand ontdekt. Die rook meteen, dit klopt niet. Toen is het onderzoek gestart, maar ze was dusdanig onherkenbaar geworden. Dat we ook geen goede foto van haar hadden omdat er nu meer forensische mogelijkheden zijn dan in 1999. Is haar lichaam kort geleden opgegraven. De politie hoopt nu alsnog te achterhalen wie het slachtoffer is. Godewald komt aan het woord om te vertellen over de tragische gevolgen van vrouwenmoord voor de nabestaanden. Haar zusje, Gea, werd vermoord door haar man. Hij sloeg daarna de hand aan zichzelf. Ze vertelt hoe bijzonder haar zusje was. Ze was spontaan, meelevend, heel gezellig in de omgang. Sociaal. Als ik kijk naar de vrouwen die vermoord worden, dat zijn allemaal spontane, lieve vrouwen. Hoewel ze wist dat haar zusje en haar man een ongezonde relatie hadden, was ze zich destijds niet bewust van het gevaar. Mijn zus en ik waren heel close, dus ze heeft alle ins en outs van haar relatie wel verteld. Ook waar het misging. Ik wist wel heel veel, maar ik wist toen nog niks van de rode vlaggen. En die rode vlaggen ken ik nu wel. Daardoor had ik niet door hoe gevaarlijk de situatie was. Ze geeft een paar voorbeelden. Dreigen met zelfmoord is een rode vlag, dat deed hij regelmatig. Daarnaast heeft hij de hond wel eens bedreigd. Hij wilde hem neersteken met een schroevendraaier. Dat is niet normaal. Ik heb dat ook nooit ervaren als normaal, maar ik heb dat niet als een voorloper van moord gezien. Volgens Godewald was er in de relatie vooral sprake van psychisch geweld. Er is 1 keer lichamelijk geweld geweest. Maar verder nooit. Ik had voor mezelf nooit de connectie gemaakt dat vanuit psychisch geweld de volgende stap moord kan zijn. Het is niet eens in mij opgekomen. Ze vertelt dat Gea regelmatig aan de bel trok bij de politie, maar dat hij nooit echt ingreep. Ze zeiden standaard hetzelfde. Dat het handig was om een keer een nachtje ergens anders te slapen. Ze probeerde de boel een beetje te sussen en gingen weer weg. Hij vertelde natuurlijk tegen haar dat het overdreven was om de politie te bellen en doordat de politie niet aangaf hoe abnormaal het was, kreeg ze ook geen feedback van hen. Op een gegeven moment belde ze minder vaak. Haar leven staat sinds de moord op zijn kop. Op het moment dat ik het hoorde, ben ik binnen een paar seconden tot de grond toe afgebroken. Je bent jezelf kwijt. Je bent je zus kwijt. Je hele familie is ingestort. Je moet vanaf daar weer opnieuw opbouwen. Verder gaan, dingen regelen, verwerken.
alles tegelijk. Je wordt een nieuw persoon. Ik ben een andere Barbara geworden. Je kunt Jinek terugkijken via RTL XL.